Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Het is vandaag zondag en we gaan even bij mijn ouders in de chalet. Papa gaat iets maken in de chalet, dus ik kijk er naar uit. Het is ook echt super koud en winderig buiten. Het is lekker cozy om in de chalet te zitten. Ik heb mijn jogging aan. De broek is van... Goede vraag eigenlijk. Ik kan het niet uitlezen. En het t-shirtje is van de Zara, gewoon een zwart. Hallo, goedemorgen. Het is de volgende dag of zelfs nog een dag later van dat we bij mijn ouders waren gaan eten. En normaal had ik vandaag opleiding voor gelnagels, maar er is iets tussen gekomen. Dus die opleiding wordt verplaatst. Maar mijn mama en mijn tante komen wel zelfs om 1 uur, dus nu 1:15, om hun nagels te laten doen. Dus ik heb nog altijd geen opleiding gedaan. Maar ja, de basic en zo kan ik wel allemaal, vrij basic. Dus dat gaan we nu doen. Ik heb hier alles al klaargezet. Sorry, wat gehoord is het afwasmachine. Ik heb alles klaargezet voor zo dadelijk. En ondertussen is mijn tubbel aangekomen. Zoals jullie weten heb ik geen bad hier. En ik wil echt super graag een bad. Dus heb ik een tubbel besteld. En dat is eigenlijk een opblaasbad. Dus je hebt zo'n ding voor je drinken in te zetten. Een cover om het water warm te houden en al. En ik ben super benieuwd om dat te gebruiken. Ik ga dat waarschijnlijk niet meer in deze vlog gebruiken. Want daar heb ik vandaag of morgen niet echt tijd voor. Maar dat zal wel in een vlog volgende week komen, denk ik. Ik ga die hier zetten. Dan kan ik die saus mee naar boven nemen. En ik ben wel echt super, super, super excited gewoon om dit te gebruiken. Ik kijk er echt zo hard naar uit. Maar oké, dus meer over mijn tubbel of over mijn opblaasbad in een van de volgende vlogs. Ik ben zelf heel benieuwd om het te gebruiken. En ik weet dat er velen van jullie zijn die ook geen bad hebben. Dus I'll keep you guys posted. Oké, nu is het even wachten op mama en tante Karen. En dan ga ik hun nagels doen. Wat wel fijn is. Ik hoop dat jullie mij... Ik zal even uit mijn mond doen. Wat wel fijn is, is dat ik lekker in mijn jogging kan blijven. Dus dat is wel tof. We hebben ook nog wel deze avond een fotoshoot met Celine. En met we bedoel ik myself en Niels. Dus we gaan nog shooten met Celine straks. In zo'n fall decoratie ding. Ik denk dat hij vandaag heeft die shooting days. En ik denk binnen 2 weken, in het weekend ook. En ze had gevraagd als wij ook wel komen als laatste. En of course, ik zeg niet nee tegen mooie nieuwe foto's. Dus dat gaan we straks nog doen. Ik las ook wel veel mensen die vroegen hoe ik gelnagels doe. Op Instagram vroegen ze dat. En dit is de kit die ik gebruik. Dus van Neo Nail Professional. En ik heb hem van bij Harper's Beauty and Nails. Dus op die site van Harper's Beauty en Nails heb ik hem besteld. En ik moet zeggen dat dat wel een heel makkelijke kit is. Dat is zo'n starters kit. En dan zitten wel veel mooie kleurtjes in en zo. Voor zowel de zomer als de winter. Zo basic kleuren. Dus super blij mee. Lighting, cheated on. Don't want to be saying.
mama en tante Karel zijn weg. Bente was er ook bij, super schattig. En ik had Bente haar nageltjes ook gedaan. Natuurlijk niet met gel, maar ze had gewoon een potje nagellak zelf bij. En ik heb nog geen middag gegeten, dus ik ga nu eens kijken wat ik ga eten. Maar we hebben zo goed als niks. Oh, sinds we HelloFresh hebben, halen we zo niet veel in huis voor 's middags, dus dat is wel stom. Ik ga even denken. Kijk, ik ga dit eten. Wok style soba sukiyaki beef. Het ziet een vlieg aan het raam. Oké. She's going crazy. Maar ik ga dit dus eten. Ready in 3 minutes. Gezond. Het ziet er echt zo voedzaam uit. Ik vroeg mij al af, zit er echt beef in? En jawel. Echt zo gedroogde stukken beef. Ben benieuwd. Yum, yum, yum. Oh god. Het is echt jaren geleden dat ik nog eens zoiets als Aiki noodles of zo heb gegeten. Zoals dit dus. Oké. Was best lekker. Niet verwacht. Denk echt niet dat het gezond is, maar het was best lekker. Binnen een uur en een half gaan we vertrekken voor een fotoshoot. Niels is binnen een half uur thuis, dus momenteel ga ik nog even monteren. Oké, klaar om te gaan shooten met Celine. Mijn hoed is van vorig jaar, ik denk Pimkie. Ja, Pimkie. Kleedje is totally too. Ik denk dat dat er enkel nog is in een large. En mijn schoenen zijn ook totally too, maar al van vorig jaar. Die zijn out of stock. Dan ga ik nog een jas aan doen van totally too. En nog een golf, ook van totally too. Oké, de rest van mijn outfit. Lange jas, totally too. Die staan nog niet online. En ook zo'n hele lange baggy golf. Ook van Totally Too, maar staat ook nog niet online. En mijn handtas is ASOS, maar die zijn jammer genoeg al uitverkocht. Oké, let's go shooten. Dat is schokdraad, denk ik. Oké, we zijn ondertussen terug thuis. We hebben frietjes gegeten. En nu gaan we de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker thumbs up, hè, muffin. En wij zien jullie volgende keer weer.